Ja. Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Benny en mij. Zoals beloofd hebben we vandaag een hele bijzondere gast, meneer de burgemeester. Hartstikke leuk, welkom dat u... Ja, welkom in mijn eigen kamer. Ja, ja. Eigenlijk moet zo stellen, ja. Hartstikke leuk dat u mee wilt werken aan de vlog met ons. Spannend, het is mijn eerste vlog, weet je wel. Oh, kijk. Ja. Misschien trekt u heel veel volgers aan. Ja, we weten het, dus we gaan het zien. Ja. Ja. Nou, ik ben zelf van Wijkraad de Bothoven. Ja, mooi. Ja. Benny is onze wijkagent. Ik ben de wijkagent. Beroemde wijkagent. Nou ja, beroemd. Het is in ieder geval een wijk met ruim 5000 inwoners. Waar nog eens een keer wat gebeurt. Hè. Dus, maar eigenlijk zijn we wel heel blij met de criminaliteit vrij laag zit. Ja, en hebben jullie daar nou een reden voor dat dat zo goed gaat? Nou, dus er zijn wel acties ook in de wijk zelf. Wat ook vaak door de wijkraad geïnitieerd. En wij doen erin mee. Ja. Vaak ook donkere dagen offensief wat er is en dat we ook mensen attent maken op woningen raken en waar ze vooral op letten moeten. Ja. En dat heeft wel effectsproblemen, daar zien wij. Ja, en de tips die wij dan elke week geven omtrent bijvoorbeeld woninginbraak of een stukje overlast. Hè. Nu is het mooie weer, mensen draaien harde muziek, barbecue aan van goh, attendeer het toch even met de buren op van goh. En dan gaat dat? Ja, dan ga ik jullie een interview afnemen. Dat is ook hartstikke leuk, toch? het is gewoon, het wordt vaak wel opgepakt. We zien de tips van de woninginbraak komen terug. Ja. Ik ben er zelf onlangs nog geweest op de vis. Ja. Met de watertoren. Het is gewoon een levendige wijk waar van alles gebeurt. En, ik vind het in ieder geval zelf een hele knusse en gezellige wijk. Ik fiets er graag doorheen, ook als ik er eigenlijk niet doorheen hoef te fietsen. Maar gewoon voor de gezelligheid. Ik vind het intiem. En als het inderdaad zo is dat mensen elkaar kunnen en durven mogen aanspreken, dat is natuurlijk wel heel plezierig. Want dan voel je je ook inderdaad weer thuis. En dan heb je ook wat met elkaar. Dus ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, we krijgen natuurlijk die hele discussie over vuurwerk, hè? Ja, 10 klopt. Juni. Met geloofde mensen. Er zullen er vast ook wat uit Bothoven bij zijn. Ik kom daar maar. Nou, kijk. Hè. Ik ben heel benieuwd hoe je dat vindt. Dat gesprek is een experiment. Wat dan uit moet monden in een burgerbesluit. Ook onder voorwaarden hoor. Als het heel veel geld gaat kosten, dan komt de raad alsnog in beeld. Maar ik ben wel heel benieuwd of we daar met elkaar richting in kunnen geven. Dus, ik hoop dat de vertegenwoordiger uit de Bothoven het beste beetje kan voortzetten. Zeker, ik ben erbij betrokken, mooi. Gesprekken en alles. Mooi, prima. De voorbereidingen. Ja. Ja. Nou, mooi. Leuk. Ja. En staat er nog in de zomer iets heel leuks te gebeuren in de Bothoven? De moestuin is er, die vond ik prachtig. We hebben net het Bothoven Festival gehad. Ja. En die was afgelopen zondag. Ja, het kan niet altijd een feest zijn. Nee, dat is zo. Wat we nog wel gaan doen, we gaan straks in juli. 15 juli. Gaan we in ieder geval een soort vakantiebeurs organiseren met gericht op veiligheid. Wat denk je aan als je je woning verlaat? Rob, tips voor onderweg. Heb je een verbandrommel bij je? En hoe zit die in elkaar? En wat wil je erin zitten? Dat gaan we straks in juli doen. Tip voor de bewoners. Dat is een hele goede tip. Ja. Ik heb geen verbandrommel. Nee, dat goed, is misschien wel leuk dat u... Ik wou net zeggen, met water wel om kijkje te nemen. Ook dat wordt rondom de watertoren op het plein gehouden. Dat is mooi, hè? Ja. En 16 juni hebben we de opening. 16 juni? Ja, van dat Vitex-terrein. Dan ben ik er niet, dan zit ik in China. Ja, ik ben er ook niet. Ja. Maar goed, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Dus dat zijn een beetje de activiteiten op een korte termijn. Goed. Prima. Nou. We zijn in ieder geval... Wel thuis iedereen in Bothoven. Bedankt. Heel erg bedankt. En een goede zomer. Ja. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Jawel. Dag. Doeg.